Hey kijkers van Power Mode, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op Mindtopia. Ja jongens, meisjes, dames en heren, we zijn weer terug op de DDG Mindtopia server. We staan op dit moment in het prachtige Greydale. Want jongens en meisjes, dames en heren, ik heb namelijk een nieuw baantje. Je ziet het al hierachter, we hebben een nieuw baantje opgedaan in Mindtopia, super leuk. En ik werk dit keer bij een voedselwinkeltje. Ik ga jullie vandaag meenemen. Maar de vraag is, bij welke voedselwinkel werk ik? Dan doen we even /prefix. En dan staat hier medewerker Luxe Food. Dus, wil jij Luxe Food kopen? Kom dan zeker naar de winkel. En als dit Craves winkeltje. Hier zo heb je dus een voedselwinkeltje. Hartstikke leuk. En hier zo zie je ook allemaal mensen achter de balie staan. Hier kan je ook je visjes verkopen, dus heb je nog snoekjes, goudvisjes of andere visjes, kan je die hier in dit winkeltje verkopen. Voor de rest hebben we hier de volgende producten. Hier zo hebben we sushi, hier hebben we mosselen, oesters, zoute vis, noem het maar op, hartstikke leuk. En iedere avond is het hier gezellig, feest, en de winkel is best wel actief. En ik ga jullie dan eens even meenemen in het plotje. Nou, kijk, dan gaan we even hierboven kijken. Hierboven heb je een kantoortje. Hier kan je op een sollicitatiegesprek komen, overleggen met je collega's en gewoon lekker chillen op Mindtopia. Hartstikke leuk en gezellig. En het is altijd een feest als de Power Morning is geweest. Dus ja, dat maakt het wel leuk. Nou, dan gaan we hier even richting de kelder. Hier heb je de verkoopbalie. En dan hebben we hier eigenlijk de koelkast. Hier ligt de voorraad, net als de zoute vis. De Vlaamse frietjes. Als het goed is, ligt hier wat sushi in. Ik heb best wel veel sushi verkocht. Dus het is eigenlijk al aardig op. Oeh, de spareribs zijn ook hierbij gevuld. En zo zie je het allemaal. Hier liggen ook onderdelen van eten. Dus heb je ervaring, een boerderij of iets, dan kan je dat bij Valerie of bij Maarten verkopen. Dan heb je hier zo zeg maar de voorraad en de koeling. En eigenlijk de slager. En dan gaan we nog even in een verdiepingje omlaag. Dan hebben we hier zo de bereidingskeuken. Kijk, hier heb je de pan op de oven staan. Volgens mij worden er ook dingen bereid op dit moment. Staat er iets in? Kijk, hier zijn ze goudvisjes aan het maken. Dus ze zijn hier lekker aan het kokkerellen. De Valerie, de Maarten en de mensen die in de chefkeuken staan. En dan gaan we hier zo naar de kluis. Hier is zo, heb je de loonkluis. Hier ligt het geld. Hier zie je alle dikke bordjes. Dan gaan we gewoon even kijken nemen in de kluis. Oh, we hebben ingebroken in de kluis. Hier hebben ze de voorraad van de winkel. Dus ja, in ieder geval, we hebben even een klein rondtoertje gedaan. En niet meer Ivy'tje is hier aan het fitheid trainen. Springen, 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 want daar worden wij zo blij van. Spring, 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 springen, springen, springen met Ivy. Ja, ja, dikke shout-out naar Ivy, Naomi en alle andere gezellige medewerkers. Nou, in ieder geval, ik vind het best wel een leuk plotje. We hebben best wel een leuk team. Nou, jongens en meisjes. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je nou nog meer Mindtopia video's? Laat het zeker weten hieronder in de comments. En wie weet zie ik jou de volgende keer weer in een nieuwe Mindtopia video. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Later, doei doei!